terug te keren. Van Toorn. E. Thijssen. D. Ursinus. H. De Valk. G. Valkhof. C. Van Vark. C. Van Velen. H. Van Veenendaal. J. Enkele honderden meters achter de stoplijn heeft major Lanzaat, commandant van 1 artillerie, zich verschanst in het paviljoentje. Een klein restaurant, ongeveer op deze plek, net naast de weg bij de ingang van Ouwans Dierenpark. Stand houden achter de puinhopen was een bevel dat Lanzaat de vorige dag had afgegeven. Stand houden is de taak die hij zich nu stelt. Stand houden en hopen op het succes van de tegenaanval. Persoonlijk organiseert hij de verdediging. De Duitsers brengen zware mitrailleurs en veldgeschut in stelling en het fragiele gebouwtje wordt langzaam aan puin geschoten. Als de munitie van de verdedigers opraakt, geeft de majoor zijn manschappen toestemming om te vertrekken. Zelf besluit hij te blijven. Stand houden tot het uiterste. Op 13 mei sneuvelt de majoor. Op 13 mei valt de Gerbenberg. De slag is verloren. Het 8e regiment en al die andere Nederlandse krijgsmachtonderdelen die zich gedurende die 3 dagen in de strijd gemengd hebben, zijn verslagen. Het moest zo zijn. Ook al zouden de condities met betrekking tot bewapening, verdediging en opleiding voor de Nederlandse soldaten gunstiger geweest zijn, dan had dat voor de uiteindelijke afloop geen verschil betekend. Grotenhuis. W. Unen. G. Van Kuppenveld. P. Van Kuik. W. Quint. W. Lanzaat. W.P. Lankhof. D. Leenders. S. Leppink. H.